Sherif Abdulrahman is vandaag beëdigd tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Marokko met standplaats Rabat, de hoofdplaats van Marokko. President Chandrika Prasad Santokhi drukte de pas beëdigde ambassadeur op het hart dat hij het werk van zijn voorganger zal moeten voortzetten om invulling te geven aan de dynamische bilaterale relatie tussen Suriname en Marokko. Dit ter ondersteuning, versterking en realisatie van de economische, sociale en culturele weerbaarheid van ons land, alsmede de nationale ontwikkelingen. Ambassadeur, als buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Surinaamse Republiek in het Koninkrijk Marokko, heeft u zich eraan gecommitteerd als vertegenwoordiger van Suriname de belangen van Suriname en haar onderdanen in het buitenland te behartigen. Ook zal u op een proactieve manier moeten werken aan de bevordering van de vriendschappelijke betrekkingen tussen Suriname en Marokko. Voorts zal u de investerings- en handelsmogelijkheden van Suriname op diverse fora uitdragen ter ondersteuning van het realiseren van de nationale ontwikkelingsdoelen. Abdulrahman was voormalig directeur van Defensie en docent internationale betrekking op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij zal binnenkort vertrekken naar zijn standplaats om zijn nieuwe functie uit te oefenen.